De melkrijder lost de verse melk en dan wordt de melk in grote tanks in de fabriek opgeslagen. Met het oog op het maximale gezondheidseffect van onze consumenten verrijken wij, afhankelijk van de receptuur, de melk eerst met vitamines en mineralen. Daarna wordt de melk gepasteuriseerd en gehomogeniseerd voor een lange houdbaarheid. Het indampen vindt plaats onder vacuüm en op lage temperatuur om de smaak te behouden. In de indamper wordt hierdoor minimaal 80% van het totale water verdampt. De geconcentreerde melk wordt onder hoge druk in de droogtoren verstoven met 220 graden hete lucht. Hierdoor worden de melkdruppels gedroogd tot poeder. Daarna valt de poeder in de nadroger. In een deel van onze producten voegen we sojalecitine toe. Dat zorgt dat de melkpoeder goed oplosbaar is in water. In de nadroger wordt het laatste vocht met 50 graden hete lucht verdampt. Aan het einde van het proces wordt de melk gekoeld en gezeefd. Melk kan een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het wereldvoedselvraagstuk. Daarom zijn wij constant op zoek naar hoe wij onze poeders nog meer kunnen verrijken.